De VVD doet onderzoek naar overlast door honden in Arnhem. De VVD wil dit omdat ze steeds meer klachten binnenkrijgen van wandelaars, mountainbikers, fietsers en ouders van spelende kinderen van over heel Arnhem dat ze overlast hebben van honden. En VVD-fractievoorzitter Leendert Combé vindt dat zij niet voldoende gesteund worden door de politie en de gemeente. Nou, er zijn echt enorme veiligheidsissues rondom agressieve honden. Ja. En dat is ook heel breed. Dat gaat van Klarendal tot Immerlo, van Schuytgraaf tot Mariendaal. Mm-hmm. Ik heb ontzettend veel voorbeelden hebben we als fractie gekregen. Nou, ik denk dat wij wel 20 echt hele concrete beschreven voorbeelden hebben van ellende met agressieve honden. Ik heb zelf een hond en ik kom graag in het park hier zo. En vaak wat ik zie is eigenlijk dat heel veel honden loslopen. En volgens mij mag dat echt helemaal niet. Moet je honden altijd aan de lijn hebben. En ook heel vaak honden die door andere eigenaren bezitten. Honden eigenlijk die totaal niet opgevoed zijn. Geen puppycursus of geen opvoeding. En daardoor is mijn hond een keer aangevallen. Er zijn echt gewoon sommige delen van wijken en delen van parken die niet voor alle Arnhemmers zijn. En dat kan niet, daar moeten we echt wat aan doen. Ja. En dat begint met het feit dat als mensen meldingen doen hierover of aangifte doen, dat dat heel serieus genomen wordt. Tot nu toe wordt dat echt niet serieus genomen, wordt niet nauwkeurig beschreven. Op het moment dat die meldingen er allemaal zijn, kunnen handhavers en politie ook daadwerkelijk handhaven. Dat moet ze ook doen. De burgemeester kan ook een aanlijngebod afvaardigen. Hij kan een melkkorfgebod afvaardigen. En het moet vooral zo zijn dat melden en aangiftes doen weer zin heeft in Arnhem. Melkkorf weet ik niet of dat een oplossing is. Maar ik denk dat opvoeding al belangrijk is, educatie. En ook aan de riem. Dan heb je je hond bij je en heb je controle over je hond. Ja. Want het zijn toch dieren. Ja. Het zijn geen mensen. Ja, ik denk dat het niet de goede weg is. Ik snap wel dat het een mogelijkheid is om een van de problemen af te komen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk eerst zaak dat die mensen die een hond hebben, dat die daarmee om weten te gaan. Dus wij zijn voor een cursus voor hondenbezitters. Mm-hmm. Iemand die niet weet hoe die met een hond om moet gaan of niet fatsoenlijk met een dier om kan gaan, die zou geen hond moeten hebben. Ik heb eerst een puppycursus gedaan. Dat is belangrijk voor een hond, want het is gewoon, je moet het vergelijken met een kind. Die heeft ook opvoeding nodig. Als hij niet weet wat hij doet buiten en hoe hij moet gedragen, dan is het lastig. Dus puppycursus eerst en daarna heb ik vervolgcursus gedaan. Om hem nog meer onder controle te houden en meer te zorgen dat hij beter luistert. Ja. En hij is aangevallen door een andere hond? Ja, loslopende hond. De grote pitbull. Ja, uiteindelijk heb ik helaas naar de dierenarts moeten gaan, uiteindelijk ook in therapie, omdat daardoor mijn hond toch trauma heeft opgelopen. Ja. Ja. En hoe gaat het nu met uw hond? Gaat heel goed, gelukkig wel, maar ik merk nog dat hij, ik heb anderhalf jaar mijn best gedaan om hem goed op te voeden, maar door een foutje van een ander is mijn hond verpest. Vorig jaar is een enkele bekeuring uitgedeeld en zijn er 6 gevallen geweest waarin iemand een maatregel opgelegd kreeg. Dat kan bijvoorbeeld zijn een melkkorf of een gebod om je hond kort aan te lijnen. De gemeente spoort mensen wel aan incidenten te blijven melden.